Richard Krajicek is tijdens het Krajicek Foundation Gala in Noordwijk op 17 november benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Krajicek ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Han ter Heegde voor zijn jarenlange belangeloze en intensieve inzet voor kinderen en jongeren in aandachtswijken. Ik ben Piet Eijpen en ik heb een schoonmaakbedrijf al vanaf 1961. En ik word volgende maand, ja schrik niet, 80 jaar. En ik heb het altijd met veel plezier gedaan. En nog, hè, maar ik werk nu nog een paar dagjes in de week krap aan. Maar dat gaat me nog steeds goed af. Hè? En werkt u eigenlijk altijd alleen? Nou, ik heb 40 jaar heb ik met mijn zoon samen, ongeveer, kan wel langer nog zijn, heb ik met mijn zoon samengewerkt. En toen ik 65 werd, toen is mijn zoon heeft het grootste gedeelte van het bedrijf overgenomen. En die is met twee jongens doorgegaan. En ik heb er wat werk uitgehaald en wat makkelijk is en niet zo hoog meer, geen acrobatische toeren meer. En dat gaat perfect. Waarom bent u eigenlijk Klaaswasser geworden? Of hoe is dat gekomen? Toen de tijd, in de jaren 50, 60, ging je 's avonds werken. En moest ik van een bedrijf een kantoor uitlappen. En dat ging me heel goed af. Ik denk, nou moet je luisteren, dat kan ik zelf ook wel proberen. En nou, zo ben ik dus op fietsie met een laddertje op mijn nek, ben ik erop uitgetrokken. En zo langzamerhand een wijkje opgebouwd. En toen heb ik nog een broodwijk gehad voor een halve dagen. En ging ik smiddags mijn werk doen. Nou goed, maar dat stapelde zich op en dan langzamerhand hebben we dat uitgebouwd. Ik heb nog een oude Rosta staan. Die is 17 jaar oud. Die heeft me al 17 jaar heeft die me overal heen gebracht. En ik hoop dat hij het nog 17 jaar doet. Ja. Daar gaan we vanuit, hè? Ja. Ja. En hoe lang bent u nog van plan om door te werken? Nou, ik hoop jullie over 5 jaar weer terug te zien. Dus u denkt dat het nog wel 5 jaar volhoudt? Oh, makkelijk. Makkelijk. Ja, als ik zo blijf zoals ik ben, dan dat zeggen ze wel eens, dan sterf ik in het harnas. In Schaap en Burg in 's Gravenland zijn in de maand december 2 bijzondere gasten te bewonderen. Marten Solmans en Oopje Kophit. Het gaat om levensgrote reproducties van de schilderijen van Rembrandt, die in 2015 met steun van de Nederlandse en de Franse staat voor 160 miljoen euro werden aangekocht. De doeken hangen afwisselend in het Rijksmuseum en het Louvre. De buitenplaats Schaap en Burg, nu kantoor van Natuurmonumenten, diende van 1815 tot 1877 als buitenverblijf van het echtpaar Anna van Winter en Willem van Loon, de toenmalige eigenaren van de schilderijen. De werken kwamen ieder voorjaar met de trekschuit van Amsterdam naar 's Gravenland. De reproducties hangen nu op de plek waar de schilderijen ooit hingen, namelijk in de pronkzaal van Schaap en Burg. Wij staan vandaag in Loosdrecht bij Kasteelmuseum Siepenstein, waar de laatste tijd veel vooruitgang wordt geboekt qua bezoekers. Maar waaraan kan dat liggen? Wij vragen het aan de voorzitter. U kunt om te beginnen eerst misschien wat vertellen over de geschiedenis van het kasteel? Ja, het kasteel is begin vorige eeuw, dus 1900, gebouwd door de jonkheer van Siepenstein. Die dacht dat hier een kasteel heeft gestaan van zijn voorvaderen. En die heeft dat, zeg maar, naar eigen inzicht gebouwd om een historische familieplek te hebben voor de toekomst. Hij heeft dat meteen gebouwd met het idee om daar een huiskamermuseum van te maken. Een van zijn grote punten was het porselein verzamelen. Met name Loosdrechts porselein, maar ook Hollands porselein heeft hij verzameld. En een ander punt is deze prachtige tuin. Die heeft aangelegd naar oorspronkelijk Hollands tuinontwerp. Dus dit is eigenlijk de enige oorspronkelijke Hollandse tuin die er nog in Nederland over is. En ik las in de krant dat we bezig was met een meerjarig stappenplan om het kasteel te verbeteren. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, toen ik aantrad als bestuursvoorzitter was eigenlijk het kasteel in een crisis.
Het geld was op, we hadden heel weinig inkomsten, heel weinig bezoekers. Dus de eerste jaren zijn met name geweest op het, zeg maar, het redden van het kasteel. En een paar jaar geleden hebben we samen met de wethouder van cultuur, Sander van Rijkom, hebben een plan gemaakt van, ja, wat willen we nou met het kasteel? Heeft het overleveringskansen? Nou, er is een onderzoek geweest door een externe partij en die heeft gekeken van, ja, wat heeft het kasteel te bieden en heeft het kansen om te overleveren in de toekomst? En wat is er de aankomende tijd te doen in Kasteel Superstijn? Qua evenementen hebben we, nou, we gaan nu weer de winterperiode in. Dus dan is het kasteel altijd eigenlijk gesloten. Want het is een oud kasteel zonder centrale verwarming. Dus het is heel moeilijk en kostbaar om te verwarmen. Maar in het voorjaar van april zijn we altijd open. Daar starten we open. En dan hebben we weer een aantal leuke tentoonstellingen. Die we elke keer thematisch aanpakken. Wat speelt er in dat jaar? En wat kunnen we uit onze collectie doen? Ook in de tuin. Gaan we weer een tentoonstelling en een evenement houden. Dus elk jaar zorgen we iets in het kasteel en in de tuin. Een van de zaken van de toekomst was van onze financiën te borgen. De subsidies vanuit gemeente en overheid worden steeds minder. We hebben nu voor een aantal jaren als onderdeel van dat stappenplan subsidie gekregen om die ontwikkeling door te maken, die grote stap voorwaarts te maken. En een van die stappen erin is het ontwikkelen van het schutsenterrein. Dat is een pandig perceel dat ook van voor Siepenstein is. En daar worden nieuwe huizen gebouwd. En de grond blijft eigendom. En de pacht is voor Siepenstein. Dus dan blijven we gewoon tot in de eeuwigheid een vaste inkomstenbron houden. Terwijl de subsidiestromen gewoon langzaam opdrogen. Voor liefhebbers van klassieke muziek is er eigenlijk geen mooiere manier om het kerstfeest te beleven dan door het bijwonen van een uitvoering van het meesterwerk van Johann Sebastian Bach, het Weihnachtsoratorium. En dat kan op woensdagavond 13 december om 8 uur in de Sint-Jansbasiliek van Laren. En we zijn hier op het ogenblik in Amsterdam in het huis van de dirigent, de internationaal vermaarde dirigent Ed Spanjaard, die repeteert met twee solisten, Selma Harking, de sopraan, en Dave den Kater, de countertenor. En ik zou aan jou, Selma, willen vragen, wat doet het Weihnachtsoratorium jou? Wat ik zelf heel mooi vind aan het Weihnachtsoratorium is dat het zo ontzettend opgewekt is. Dus het begint heel vrolijk met een vrolijk, juichend orkest, zou ik willen zeggen. Met trompetten, pauken. En het is gewoon een heel vrolijk stuk waar je blij van wordt. En ook nog eens heel fijn om te zingen. Het is een feest, een muziekstuk wat natuurlijk gaat over de geboorte van het kind. Het is eigenlijk de Bijbelse vertelling van de geboorte van Christus. En het is ook een feest dat gaat over de getuigen van de geboorte van een kind. De aanbidding van de herders. En Dave, ik zou jou willen vragen, een countertenor, je hebt een hele hoge stem. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel erg bijzonder. En ik zag jullie al net repeteren de echo-aria, die natuurlijk heel beroemd is. Ja. En wat doet het jou, het Weihnachtsoratorium? Nou ja, eigenlijk sluit ik me een beetje aan bij Selma. Is dat het is een stuk waar je heel erg vrolijk van wordt. En ik denk dat dat gewoon Bach zijn kracht is in dit geheel. Hij heeft natuurlijk al zijn hoogtepunt heeft natuurlijk samengesteld in de Weihnachts. En dat is echt, ja, ik vind het een van de meest mooie stukken die er is eigenlijk. Ja. Heel mooi. En meneer Spanjaard, Dave zegt het eigenlijk al. Het Weihnachtsoratorium was niet een muziekstuk wat op zich zelf staand is. Hij heeft eigenlijk het beste uit zijn composities geformeerd tot dit feest van de geboorte. Ja. Hoe benadert u nou zo'n Weihnachtsoratorium? Nou, ik merk dat ik heb dus met deze twee voortreffelijke zangers ben ik begonnen te repeteren. Ik merk dat ik meteen in een roes raak. Want er is ook een aspect in Bach wat je niet misschien als eerste denkt. Het swingt ongelooflijk. Als ik een choreograaf was, dan zou ik zo'n geweldig dansstuk opmaken. Je begint ook in de eeuwigheid te geloven als je met Bach bezig bent. Wat ik niet altijd doe. Maar vandaag dus wel. Ik wil ook heel graag Sigrid van der Linden noemen, die dit heeft mede georganiseerd met uitstekende zangers. En een klein beetje, ik vervang de betreurde dirigent Jan Stulen,
die eerder dit jaar is overleden, die een groot vakman was en een vriend ook. En ik hoop dat we met deze uitvoering ook iets van zijn grote kracht en talent kunnen voortzetten. En wij zijn zeer benieuwd hoe dat gaat klinken in de Sint-Jansbasiliek op woensdagavond 13 december om 8 uur. En als u kaartjes wilt kopen, dan kan dat via de Nationale Theaterkassa 0900 9203. 0900 9203. En nogmaals, ik wens u ongelooflijk veel succes en we zijn ongelooflijk benieuwd om dit feest mee te maken. Dank jullie wel.